Als je vrouwen met vaginisme één tip zou mogen geven, welke tip zou dat zijn? Zachtheid. Zacht, zacht, zachter, zachter, zachtst. De meeste vrouwen, ik denk in het algemeen, maar zeker vrouwen met vaginisme, maar enorm of hebben een les te leren in zacht. Zacht naar zichzelf in het algemeen, zacht naar hoe ze vinden dat het perfect moet gaan, zacht naar dat ze alles moeten kunnen direct al, zacht naar hun lichaam, fysieke lichaam, echt. Hoe hard ben je naar je lichaam? Als je jezelf insmeert, is dat met kracht of is dat heel zacht? Als je jezelf aanraakt, is dat hard of is dat zacht? Dus zacht in de breedste vorm die je maar kan bedenken. Omdat ik denk en geloof en heb zelf gemerkt dat zachtheid is de sleutel, zachtheid in kleine haalbare stapjes te mogen zetten. Heel veel vrouwen zeggen: ik heb van alles geprobeerd. En als ik dan hoor wat ze geprobeerd hebben, dus ze durven eigenlijk zichzelf amper aan te raken. Wat helemaal oké is, want heel veel vrouwen durven dat helemaal niet. Zowel met als zonder nog geen gemeenschap kunnen hebben. En dan willen ze eigenlijk al. Ja, maar we gaan. Ik wil wel een penis toelaten. Maar op het moment dat je jezelf niet durft aan te raken, op het moment dat je geen vinger nog kan toelaten, is helemaal oké. Okay. Maar als je dan een penis wil toelaten, misschien wel een beetje te grote stap. En ik vergelijk dat wel eens met als je gaat hardlopen. Als je gaat hardlopen, zijn er van die hele programma's waarbij je eerst een minuutje gaat hardlopen en daarna ga je weer rustig lopen. En dat bouw je dan heel langzaam op. En op de een of andere manier denken ontzettend veel vrouwen dat bij seksualiteit, nee, dat moet je gewoon kunnen. Je moet het allemaal al kunnen, want iedereen kan het al allemaal. En het verloopt bij iedereen ook echt ongelooflijk leuk, goed, lekker, lustvol. Dus dat moet bij mij dan ook gebeuren. Maar de realiteit is dat het helemaal niet bij iedereen heel makkelijk, lustvol, lekker, speels en alles verloopt. Er zijn heel veel mensen die een beetje lopen aan te rommelen en te kijken. En op het moment dat je zacht bent voor jezelf en je realistisch bent in en wordt met de stapjes die je kan zetten, is zachtheid ja, eigenlijk het sleutelwoord.